De objecten in dit doosje zijn hele speciale objecten die wij ook een speciaal objectnummer hebben gegeven, wat begint met BP. En BP staat voor bitprintje. We hebben er, om precies te zijn, zo'n 11.000. En het zijn allemaal bitprintjes van mensen die zijn overleden in de Liemers, of gewoond hebben in de Liemers, of daar geboren zijn. Vroeger waren de bitprintjes ongeveer van dit formaat en meestal voorzien van een heilige beeldenis voorop en achterop de datum wanneer ze gestorven waren, hoe oud ze waren geworden en dan een aantal spreuken. Tegenwoordig zien de bitprintjes die nu eerder gedachtenisprintjes worden genoemd er zo uit. Je vouwt ze dubbel, met voorop of een heilige beeldenis of een foto van de natuur of misschien zelfs een foto van de gestorvene zelf. En binnenin een verhaaltje over zijn leven. Er zit wel een heel bijzonder bitprintje bij, dat heb ik pas nog ontdekt. Omdat het tegenwoordig nog wel eens voorkomt dat een auto bij een veerpont zomaar pardoes het water inrijdt, waarbij soms mensen overlijden. Dit bitprintje is uit 1843, om precies te zijn 17 maart. En ik lees even voor. Op 1843 op 17 maart heeft de vloed ons ingezwolgen. Bid derhalve toch bijzonder voor de zielen zaliger Aleides Roding, Dorothea Roding en Everdina Gerritsen. Door een ongelukkig toeval zijn zij even beneden het Malburgse veer met een huifkar van de dijk in de Rijn gestort met nog een man tezamen en verdronken. En alle drie in een graf op het Rooms-Katholieke Kerkhof te Oud-Zevenaar begraven. En dan staat er ook nog bij, wandelt op de wegen der voorzichtigheid. Hadden ze maar gewandeld.